Ondanks het openbaar vervoer is stilgelegd tijdens de lockdown, zijn er toch enkele particuliere bushouders die hun diensten verlenen. Onze nieuwsdienst heeft vandaag op verschillende locaties gemerkt dat bussen met passagiers langsreden. Ook hebben we gemerkt dat bij bepaalde bushaltes mensen braaf op de bus stonden te wachten. Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid heeft gisteren tijdens de Zoom-persconferentie herhaald dat het openbaar transport over de weg of te water vanaf maandag 31 mei tot en met vrijdag 18 juni niet is toegestaan. Slechts taxis van geregistreerde taxibedrijven mogen hun diensten verlenen aan personen die werkzaam zijn bij de essentiële diensten of aan personen die een spoedgeval hebben. Minister Albert Jibitana van Transport, Communicatie en Toerisme was ondanks diverse pogingen van onze nieuwsdienst niet te bereiken voor een reactie.